Het lijkt op iets dat je in een sprookje zou kunnen zien. Maar toch is het meer iets van onze realiteit. Eklisma westwoodii is een vlinder uit de familie der bloeddrupjes, zie geen idee, uit Azië. De vlinders in deze video komen respectievelijk uit Japan en ze zijn een van mijn vele rare huisdieren die onderdeel zijn van mijn vele rare hobby's. Dat wil zeggen vlinders kweken. Eklisma westwoodii wordt in Azië vooral geassocieerd met gebieden waar veel kersen voorkomen, het geslacht Prunus. En dit is tevens ook de waardplant van deze dagactieve nachtvlinder. Zoals ik al zei, dagactieve nachtvlinder betekent dat het een soort nachtvlinder is die overdag vliegt. En het paren gebeurt ook vaak in de schemering, met name in de ochtend. Heel veel mannetjes kunnen zich verzamelen in de buurt van een vrouwtje, waarvan er uiteindelijk eentje paart. Vrouwtjes zijn kieskeurig en wijzen sommige mannetjes af. En daardoor kan er een ophoping van mannetjes bestaan in de buurt van het vrouwtje die keer op keer met haar proberen te paren totdat ze er eindelijk eentje accepteert. Na een paring legt ze een stuk of 100 eitjes op de bladeren van de waardplant en de rupsjes verschijnen hierna een aantal weken uit. De rupsen eten van de bladeren van Prunus totdat het winter wordt en overwinteren dan als jonge rups om vervolgens in de lente door te gaan met eten. De rupsen zijn pas volgroeid in de volgende lente en verpoppen zich dan. Na de verpopping verschijnen de vlinders pas in het najaar, rond september of augustus, en in het najaar paren ze en produceren ze een nieuwe generatie. Deze prachtige vlinder is te kweken in gevangenschap met een beetje geluk, ventilatie en een grote voorraad aan prunus. Ik wil dan graag een video van deze vlinder zien aan mijn publiek op YouTube, omdat ik deze soort nu aan het bestuderen ben. De meeste Nederlandse natuurliefhebbers en entomologen zullen de familie van bloeddrupjes, zie geen idee, zich wel kunnen herinneren als ze bezig zijn met Nederlandse dagactieve nachtvlinders. Met name de Sint-Jansvlinder, wetenschappelijke naam Zygaena filipendulae, is een van de meest algemene en prominente dagactieve nachtvlinders in Nederland. En ook een prachtige kleur die de meeste natuurliefhebbers zich wel voor de geest zullen kunnen halen. In Azië zijn de vlinders uit deze familie echter een stukje groter dan ze in Nederland zijn. En alhoewel prachtsubjectief is, misschien ook wel een beetje mooier. Heel erg bedankt voor het kijken. Het was een korte, doch informatieve video over deze nachtvlindersoort die ik probeer te kweken in gevangenschap. Ik hoop dat jullie het mooi hebben gevonden en dat jullie liken, subscriben en terug zijn voor de volgende upload. Hey everyone, did you watch this video and wonder what the hell it was about? Well, there's good news. You can see the exact same content on my main channel. You see, I'm Bart Koppens, a YouTuber that films biology, insects and other things that match my interests. And I thought it was fun to make one small YouTube channel in my native language, in Dutch. But don't worry, there's not going to be any exclusive content on my channel. I'm just filming the same insects two times, one time in English and one time in Dutch. So you are not missing out on any content. If you watched this video and you were wondering what it was about, then check out my main channel called Bart Koppens and subscribe to it to see the same stuff in English. Bye bye.